Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Zoals je wellicht aan de titel hebt kunnen zien, ga ik een make-up look maken met alleen maar producten van The Action. Ik heb dit echt één keer eerder gedaan volgens mij op mijn kanaal en dat is al best wel weer een lange tijd geleden. Inmiddels heeft Action een heleboel nieuwe producten ook in het assortiment gekregen. En ik heb ze al dan wel gereviewd op mijn blog, maar eigenlijk nooit in een video gebruikt volgens mij. Dus ik dacht, het is wel leuk om weer een keertje een gehele nieuwe video te maken waarin ik alleen maar make-up producten gebruik van The Action. Een kleine disclaimer vooraf. Het kan zijn dat ik producten gebruik die inmiddels helaas al niet meer verkrijgbaar zijn. Ja, Action heeft natuurlijk een heel erg wisselend assortiment en je weet nooit wanneer iets... heel erg lang blijft of wanneer iets weer heel snel verdwijnt. Het kan ook zomaar zijn dat ik een product gebruik die er bijvoorbeeld nu niet is en dat die later weer terugkomt. Dat is een beetje het ding wat je nooit weet bij de Action. Ik zal de producten duidelijk laten zien die ik ga gebruiken. En dan zou ik zeggen, als je benieuwd bent wat voor make-up look ik ga maken met de producten van de Action, kijk zeker even gezellig mee met deze video. Ik begin met het aanbrengen van de make-up primer. Ik gebruik de primer van Fashion Professional. Deze heeft een perfecte finish en is olievrij. Ik breng deze aan met een platte foundation kwast en verdeel deze over mijn hele gezicht. Action heeft op dit moment nog geen foundation in het assortiment, dus ik gebruik een BB cream van Fashion Professional. Deze is 5-in-1, heeft gewoon een tintje en bevat ook SPF 15, heeft ook een UV protection. Ik gebruik nummer 20 en dit is de kleur Light. Ik breng deze aan met mijn foundation kwast over mijn hele gezicht en ook een beetje in mijn nek. Tijd om concealer aan te brengen. Ik gebruik de concealer van Max & More. Deze heeft overigens ook een highlight effect. Ik gebruik kleur nummer 3, beige. Ik breng deze aan onder mijn ogen, wat op mijn kin en op mijn neus. En deze blend ik in met mijn foundation kwast. Tijd om mijn gezicht af te poederen. Hiervoor gebruik ik het Highlight Foundation Contour en Blush paletten van Max & More. Ik gebruik de tweede poeder uit het paletten. Dit is een soort banana powder. En ik ga deze gebruiken met mijn poederkwast om mijn gezicht dus af te poederen. Tijd om bronzer aan te brengen. Hiervoor gebruik ik wederom het Highlight Foundation Contour en Blush paletten van Max & More. Ik gebruik van de tweede rij de derde kleur bronzer. Ik breng deze aan met een contourbrush en ik breng deze aan op mijn wangen, mijn voorhoofd en een beetje onder mijn kin. En ik blend deze uiteindelijk in met een platte bronzer kwast.
tijd om blush aan te brengen. Hiervoor gebruik ik wederom het Highlight Foundation Contour en Blush Paletten van Max & More. Uit de eerste rij gebruik ik de vierde kleur. Dit is de lichtste kleur blush die in die paletten zit. Ik breng deze aan met mijn blushkwast. Uiteindelijk blend ik deze nog wat in met een andere kwast, omdat de kleur heel veel pigment bevat en je snel al te veel poeder op je kwast opneemt. Tijd om highlighter aan te brengen. Ik gebruik hiervoor een highlight stick van Max & More. De highlight stick is verkrijgbaar in 2 kleuren. Helaas hebben deze sticks geen namen gekregen. Ik gebruik bij deze look de donkerste kleur die verkrijgbaar is. Ik breng de highlighter aan op mijn neus, op het cupido boogje boven mijn lip en op mijn jukbeenderen. Dan ga ik mijn wenkbrauwen bijwerken. Hiervoor gebruik ik het eyebrow powder setje van Max & More. Ik heb hem in de kleur light. Ik gebruik de tweede kleur en dit is de donkerste kleur uit het paletje om mijn wenkbrauwen mee bij te werken. Hiervoor gebruik ik een plat schuin afgesneden kwastje. Uiteindelijk borstel ik mijn wenkbrauwen nog even door met een wenkbrauwborsteltje. Tijd om oogschaduw aan te brengen. Hiervoor gebruik ik het 24 eyeshadows paletten van Max & More. Ik gebruik nummer 2 Nude. En ik begin met de allereerste kleur uit het palet. Dit is een highlight kleur. En deze breng ik aan in de binnenste ooghoeken en op het wenkbrauwbod. Dan breng ik oogschaduw aan in de arcadeboog. Ik gebruik hiervoor hetzelfde 24 eyeshadows paletten in de kleur Nude. Ik gebruik de vijfde kleur uit de eerste rij en breng deze dus aan in de arcadeboog. Uiteindelijk blend ik deze ook nog uit met een blendingskwastje. Dan breng ik oogschaduw aan in de buitenste ooghoeken. Hiervoor gebruik ik hetzelfde paletten. Ik gebruik de vijfde kleur uit de derde rij en breng deze dus aan in de buitenste ooghoeken. En ik blend deze ook nog een beetje uit. Thank you.
Wederom uit dezelfde paletten pak ik de vijfde kleur uit de tweede rij en deze breng ik aan op het bewegende ooglid. Ik ga zwarte eyeliner aanbrengen. Hiervoor gebruik ik de liquid eyeliner van Max & More. Ik ga oogpotlood aanbrengen. Hiervoor gebruik ik de Max & More Waterproof Eyeliner. Er staat op eyeliner, maar ik gebruik hem dus als oogpotlood, want ik vind het meer een oogpotlood dan een eyeliner. Ik krul mijn wimpers met de wimperkruller. Ik gebruik mascara van Fashion Professional en dit is de False Look Mascara in de kleur zwart. Mijn lippen omlijn ik met lipliner van Max & More. Ik gebruik de kleur 02 Classic Red en ik breng deze aan rondom mijn lippen. Dan kleur ik mijn lippen in met een matte lipgloss van Max & More. Ook deze is in de kleur 02 Classic Red. Deze zat samen met het lippotlood in hetzelfde pakketje. Zo is dus de look uiteindelijk geworden. Ik vind hem eigenlijk wel heel erg mooi geworden. Ik ben er tevreden over. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Heb je zelf ook producten van de Action die ik heb gebruikt en ben je daar tevreden over? Laat het zeker even weten in de comments. Laat ook zeker even weten wat je van deze look vindt. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Als je nieuw bent op mijn kanaal en je wilt op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren. Vond je deze video leuk? Doe je duimpje omhoog. En dan zie ik je heel snel weer bij de volgende video. Doeg!